Goedemiddag, het is vandaag zondag. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben lekker met Mees aan het spelen in het bos. We gaan lekker van de kabelbaan af. Mees is nu een beetje aan het klimmen en aan het klauteren. Superleuk weekendje gehad. Gisteren waren er illegaal 2 vriendinnen van mij. De avondklok was natuurlijk gisteren ingegaan. Ze hadden pyjama party bij mij. Eentje was uiteindelijk toch naar huis gegaan, want die is stront eigenwijs. Andere was gezellig blijven logeren. Mees was er ook bij. Dus we hebben gewoon een superleuk avondje gehad. Verder, ja, ik ga gewoon even lekker een beetje buiten spelen met Mees vandaag. Oh, ik dacht al. Oeh, hij is gevallen. Oké, gotta go. Ik ben een monster. Kijk uit, kijk uit. Kijk uit voor die auto. Nou, die ligt wel een puin, maar... Doe maar niet. Hé, wil jij nog het fietsmonster? Please, please, please. Niet doen! Je wordt door je broek nat. Kom nou, babe. I'm ready for the monsters. Let's go! Ik ben het monster. En ik hou van jongetjes die fietsen. En vooral met kaplaarzen. Poppelig. Poppelig. Mag ik uit de tuin? Nee, schat. Kijk de tuin? Nee, is voor andere mensen. Kom. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Nee, ik ben samen met Mees in de auto. Ik ga even een pakketje wegbrengen. Nog even een paar kleine boodschapjes doen. Nee. Ik zou vanmorgen mijn auto overschrijven. Ik heb al echt 4 keer een afspraak gemaakt met mijn oude werkgever. Heel de tijd is er weer wat. Nu kon ik mijn kentekenbewijs weer niet vinden. Vorige keer kon hij weer niet. Oh, het is echt een drama. Maar goed, ik ga even een pakketje terugbrengen. Ik had allemaal leuke dingen besteld voor mijn vriend bij H&M. Mijn vriend, mijn crush. Nee! Gisteren zei hij dat hij mijn video... Nou, in ieder geval, ik had allemaal leuke dingen voor hem besteld. Want... Niet even lief grappig. Nee. Mees is ontegen. Nou ja, anyway. Het is een nieuwe week. Gezellig, ik neem jullie mee. Morgen, het is vandaag woensdag 26 januari. My brother's birthday. Ik ga nu even naar mijn moeder. Mijn broertje is daar ook. Het is nog ochtend hoor, maar mijn broertje gaat lekker met zijn vrouwtje naar een hotel. Dus ik ga het even kleiner brengen bij oma. Even mijn outfit laten zien. Ik heb een kooltruitje aan van Chiquelle. Ik heb een broek aan van de Zara. Die is al van vorig jaar, maar volgens mij hebben ze hem nog. En ik heb deze Nike's aan. Dus ik ga nu even naar mijn moeder. Ik ben een beetje oranje. Ik ga denk even een handdoekje over mijn gezicht halen. Ik vind het... Iets wat. Ja. Even een beetje normaal doen. Die kanus van je. Oké, jongens. Ik neem Meesie mee. Oh mijn god, Meesie heeft ook echt een leuke outfit aan. Dan zeg ik het zelf. Meesie, laat eens zien wat je aan hebt. Kijk dan. Hij heeft dit blouseje aan. Dan heeft hij die Converse. Maar dan die. Die Comme des Garçons. Lekker sticky. En wat heb je vanmorgen gegeten? Zat je ineens op de stoel met een Parmezaanse kaas, hè? Hallo, ik heb Puma. Ja. Hallo. Ik ga even een beetje interieurspray mijn huis sprayen, want het ruikt helemaal zuur. Dus kijk nou. Mama. Wacht even. Wat doen we? Ja, de buurvrouw belt net aan. Wat heeft de buurvrouw voor je gekocht? Een patatje. Oh, en we waren al pizza aan het eten. Snoep komt. Ga maar zitten. Oh mijn god, kijk hier. Kijk mijn huis. Kijk mijn huis. Helemaal ontploft. Mees, nee. Kom patatjes eten dan. En jongens, ik heb net mijn eigen voeten gedaan, gepedicuurd. Mijn god, het is echt goed gelukt. Dat ga ik voortaan zelf doen. Hey, Mees, kom. Patatjes! Patatjes tijd! Mensies, I made it. Gestofzuigd. Mag ik Boema met de voertuigen? Boema met de voertuigen. Nou, ik denk dat jij gewoon Meesie met de pyjama naar bed gaat. Mag ik Boema met de voertuigen? Nee, jongens, ik heb lekker gestofzuigd. Ja. Ik heb nog een beetje kleine tropjes op. Kan je even deze handdoek daar gewoon weer terugleggen waar die hoort? Even kijken of die net zo autistisch is als zijn moeder. Ja. Ja,
Heel goed. Mama moet voortijgen. Nee. Ja? Ja, het is pyjama tijd. Kom maar lekker. Je hebt de hik, dat betekent dat je moe bent. Wie gaat er mee naar bed? Nee. Wie gaat er mee naar bed? Nee, ik lekker niet. Waarom loop je dan naar je kamer? Mama heeft gewonnen. Ik heb gewonnen. Jij hebt niet gewonnen. Ja, boy. Welke pyjama wil je aan? Jij mag hem uitkiezen. Kies maar tussen dit grote zooitje wat je vanmiddag eruit hebt getrokken. Nee. Welke? Nee, Bus Lightyear is geen pyjama. Nee, dat is geen pyjama, schat. Dat is een verkleedpak. Die. Ja, die met de voertuigen. Dan heb je geen Boomba met de voertuigen, maar een pyjama met voertuigen. Oh shit! En welk boekje zal ik voorlezen? Een voertuigen. Een voertuigenboekje. Helemaal in thema, Jolie, jongen. Kom, we gaan eerst even plassen op de wc. Oh, kijk nou, welk boekje heb je gepakt? Oh mijn god, ik ga stuk. Deze. Kijk nou. Kijk nou. We gaan eerst even plassen, mees. Oeps. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Zo jongens, ik ben de dagen kwijt. Gisteren zei ik ook dat het woensdag was, maar het was dinsdag. Maar in ieder geval, ik ben vanmorgen gestart met een lekkere workout van die Pamela Rijf. 45 minuutjes abs en booty. Ik heb bijna alles mee kunnen doen, maar zoals ik al zei, ik heb best wel een beetje een zwakke knie. Dus met squats moet ik dan bijvoorbeeld sumo squats doen, daar heb ik er niet zo last van. Maar voor de rest kon ik het op zich wel goed meedoen. Ik ben niet eens zo heel erg bezweet, dus ik denk dat ik volgende keer gewoon net even iets heftiger aan de slag ga. Ik ga douchen, want ik zie er echt niet uit. Ik ga lekker mijn haar wassen. En dan zie ik jullie straks. Oh mijn god jongens, het is nu uurtje of 5. Ik was even mijn haar aan het veunen in de badkamer. Ik kom terug. Zit alles, maar dan ook alles, onder de watervaste inktstift. Mijn tafel, mijn televisie, mijn bank, mijn gordijnen, mijn schuifpui. Maar ik heb bijna alles eraf. Meestal zit in zijn kamer voor straf. Die ben ik ook echt sinds 2 weken gewoon echt aan het straffen door hem naar zijn kamer te sturen. Want ja, sommige dingen van zijn gedrag kunnen gewoon echt niet door de beugel. Ik ga dadelijk wel even een goed gesprek met hem aan. Maar ik dacht, ik moet even afkoelen voordat ik dadelijk Stichting Veilig Thuis op de mat heb staan. Voor jeugdzorg. Nee, geintje. Maar ik bedoel, dit is gewoon niet normaal, jongens. Dit kan gewoon niet. Serieus. Watervaste inktstift. En dan zou je denken van ja, dan moet je het maar opruimen. I know, maar een vriendin van mij was hier van de week. En die had dat even nodig, dus die heeft hem teruggelegd op mijn bureau. En toen had ik er verder geen erg meer in, want ik bewaar alles hoog. Alles waar hij niet aan mag zitten, bewaar ik hoog. Zoals mijn lippenbalsem, dat soort dingen. Oh, mijn god. Zoals mijn laptop zat onder. Maar goed, dat is die voor president. Dus ja, ik heb zo goed als alles weg kunnen krijgen. Ik ga nu even lekker mijn huis opruimen, nu hij toch in zijn kamer zit. En ik ga even uitrazen. Nou ja, uitrazen. Het ergste is wel voorbij. Ik ben wel weer chill. Maar het is gewoon niet normaal, jongens. Serieus. Ik kan echt. Hij heeft al zoveel gesloopt in mijn leven. Ik ga het niet eens opnoemen, want ik word gewoon weer boos. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Als jullie denken, meid, wat heb je met je wenkies gedaan? Ik heb ze even in de verf gezet. Ik denk, ja, aangezien ik toch vandaag meer ga wellnessen dan flieken. We zijn in ieder geval mijn wenkies onfliek. Ik gebruik altijd dit pakje van de Big Bazaar. Daar hebben jullie nu helemaal niks aan, want hij is dicht. En ik was altijd anti dat kwastje wat erbij zat. Maar eigenlijk sinds ik hem wel gebruik, want ik gebruik altijd zo'n wenkbrauwkwastje van Benefit. Maar sinds ik dit kwastje gebruik, krijg ik het gewoon helemaal sharp. Ik doe het altijd wel een beetje bijwerken met wattenstaafjes, dus van die oorstaafjes. En ik gebruik dus altijd een lege lenzen, waar je lenzen in zitten als je ze openmaakt,
om die verf in te maken. Dat is echt perfect. Even een tip van Flip. Wat ook echt perfect is, is dat je ze tegelijkertijd opbrengt. Dus je begint hier en dan doe je hier de voorkant. En, want anders zit de een beter dan de ander. Dus dat is even uit ervaring. En ik ben ook wakker geworden met een rode vlek in mijn oog. Echt top, jongen. Ga ik eens even een keer wat doen. Ik zit weken thuis. Ga ik een keer wat doen, dan heb ik een fucking rood oog. Maar goed, als dat het enige is in live. Ik ga zo even mijn haar doen. Ik heb het gisteren gewassen en gesteld. Ik weet niet wat er is gebeurd vannacht, maar ik kan weer beginnen. En vooral met het korte voorkantje voel ik me af en toe net John de Wolf als ik wakker word. Maar goed, dat terzijde. Ja, ik ga even mijn haar doen. Ik ga mees douchen. Ik heb vanmorgen Temptation Island gekeken. Jongens, het wordt nu pas echt leuk. Oh mijn god, ik ga niet spoilen. Maar als jullie het nog niet hebben gezien. Wat is dit? De ene laatste aflevering of zo? Ik ga helemaal stuk om die Carina en om die vriend van haar. Ugh, mijn engnek. En de enige die ik leuk vind die erin zit is Marco. En ik vind zijn vriendin echt bloedirritant met haar Engelse gelul. En haar soort van semi-cute. Let's do some pillow talk. Maar ik vind Marco echt een toffe guy. Hij moet alleen zo vaak het woord proces zeggen. Want daar ging ik me echt een beetje aan irriteren. Maar goed, nu ben ik al snel geïrriteerd in het leven. Dus trek me van mij niks aan. Hey, ik laat die wenkies gewoon even lekker een half uurtje burnen. Ik ga even mijn haar fatsoeneren. Ik ga het ook even krullen. Ik ga gewoon wel even leuker uitzien. Want ik ben het gewoon zat. Ik zit alweer een paar dagen thuis. Ik heb gewoon zin om even lekker te flieken. Dus dat ga ik doen. Zie je dadelijk. Nou jongens, zoals jullie zien. Ik ben een beetje geflikt. Ik heb maar een eyeliner opgedaan om dat SARS-oog van me te verbergen. Jullie zien ook dat ik heel veel inspiratie had voor een outfit, maar niet heus. Ik heb een soort van, wat is het? Een sweater, maar dan met een heel gek stof mouwtje, pofmouwen. Van de Zara, deze legging. Het is gewoon een dikke legging. Is ook van de Zara en heb ik mijn Diorjes onderaan. Ik ga nu even Kleine naar oma brengen. Ik zou eigenlijk samen met boodschappen doen. Maar ik ga dat nu even doen, want hij had nog iets voor werk. Dus dan ga ik wel even gewoon wat drankjes halen. Want je kan niks bestellen in het hotel. Dus ik zorg al dat we in ieder geval iets te eten hebben. En dan kunnen we s'avonds gewoon even wat te eten halen in Eindhoven. En natuurlijk lekker wat te zuipen. Ik denk dat ik even een flesje champagne ga halen of zo. Dan kunnen we daarna gelijk door. Dus dat. Jongens, we zijn onderweg, maar ik kijk net even in die camera. Ik weet niet wat ik heb. Dus ik heb en oogsars en ik heb hier een rode vlek. Misschien omdat het zo warm is in je auto. Oef. Nou ja, in ieder geval, we zijn onderweg naar Eindhoven Jacksten. We gaan even lekker rellen. Zin in. Even lekker alles kort klein slaan. Nee, grapje. We zijn onderweg naar het hotel. Oeh, het is echt heel erg. Zo. Nou ja. Ik ben gewoon zo excited. Ik heb gewoon de excited vlekken staan. Ik weet echt niet hoe verschil met mijn jas. Nou ja, anyway. Nog even een half uurtje of zo. 28 minuutjes. Nou jongens, ik neem gelijk een bommetje in de pad. Nee, misschien. Right guys, we zijn aangekomen in de kamer. En ik dacht, ik geef jullie even een gezellige room tour. Oké, we beginnen in de badkamer. Nou, lekker wc'tje. Douchen. Heerlijk, zo'n spiegeltje. Dan kan je jezelf ook nog een beetje opmaken, een beetje flieken. Love it, love it. Dan gaan we nu door naar... Oh, die fles vodka staat er nog. Oké, nou, een lekker bedje. Ik ga niet te veel filmen. Oh, gewoon twee televisies. Eén voor in bed... En één voor in bad. Kijken dadelijk of we kunnen connecten met Videoland. Nou, bureautje. We hebben al een lekker bubbeltje ingeschonken. En dan nu de view. We kijken uit op het Philipsstadion. Eindhoven de Jacksten. Lekker sushi besteld. Heerlijk. Eet smakelijk, schat. Nee, ook. Goedemorgen.
Het is vandaag vrijdag. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe mukbang. Nee, grapje. We zijn weer uitgecheckt. Nee, ik niet. Klein hoppie. 50-50. Echt chill. Helemaal bijgekomen. Ik heb sinds tijden weer eens een keer... Goeie, hè? Mm-hmm. Ik heb sinds tijden weer eens een keer een hele nacht doorgeslapen. Wat echt heel fijn is. Er kwam geen peuter naar me toe. Geen peuterbillen in mijn gezicht. Geen peutertenen in mijn neus. Dat was heel chill. Alleen volwassen billen in mijn gezicht. Geintjes. Mijn schat moet zo werken. Dus we zijn even snel wat gaan halen bij pompstation. Anders zouden we wel even wat gaan eten nog daar. En hij gaat zo mijn regenbuis fixen. Want mijn regenbuis is uit mijn muur gevallen. Op mijn terras. En mijn verhuurmakelaar doet echt geen ene moer. Daar heb ik echt niks aan. Dus hij gaat het voor me fixen. Ik ben benieuwd. Gewoon een keer een man in mijn leven die dingen kan fixen. Fijn. Hoe is die voor jou? Goeie. Oké. Dat is goed hoor. Mexican street food. Neem een stapje van mij. Hij ziet er echt vet uit, man. Ja, is hij wel. En die dikke kipfilet ook. Ik haat dikke kipfilet. Ik weet niet of ik het lekker vind. Dit. Ja, hij is. Dit is echt Tata's Be Light, lekker pittig. Wat heb jij aanstaan? Wat is dit? Ik wou net zeggen. Best. Oh, ik dacht zo. Dus heb jij een heel slecht Oostblok pornootje opgezet of zo? Wil je dat filmen, Bik? Ja. Wil je nog een hap? Zeker niet. Dit was hete kip. Dit? Ja. Toch? Oh ja, echt hè. Wat een rare muziek joh. Ik dacht dat jij een slechte keuze had gemaakt, Dave. Maar voor die van mij is het echt fucked up. Dat is het, als je iemand anders zijn broodje judged, terwijl ik nog geen hapje heb genomen, komt karma gelijk je broodje verpesten. Je hebt boze ogen op je eigen broodje gegooid. Ik krijg hem op eten hoor. Ik weet niet hoe je het stoer doet. Dan ben ik twee appen vol. Wie ben je? Sowieso dat jij de helft van mijn broodje kan opeten. Nee, ik ga hem echt lekker vinden, want die mayo die erop zit. En in combinatie met die tuinkers. Jij denkt, nobody cares. Er zit zelfs een augurkje op. En deze handgemaakt. Oh, nice. Neem een hapje. In combinatie met dat zaad op het broodje. Nee, ik ben goed. Zometeen. Dus ik moet altijd hapjes van jou nemen. En jij neemt nooit eens een hapje van mij. Ik vind het echt niet leuk. Ik weet dat jij wilt, dat is het probleem. Ik wil gewoon niet. Moet jullie even iets leuks vertellen over hem? Hij is niet in Oostaans, maar hij is dol op Bollywood. Oké. Waarom lach je? Mag ik gewoon een random feitje over je gooien? Waarom lach je? Dan is het grappig. Mensen zijn nieuwsgierig naar hoe je bent. Niet in Oostaans, wel een zwak voor Bollywood. De eerste keer dat wij Netflix gingen kijken, samen, had hij een Bollywood film opgezet. En ik zei, oh, dit is zo mooi verhaal.
serieus uit. Ja. Je vond het kapot leuk, wat wil jij? Wat ga je nu sturen? Ik vond gewoon kapot leuk dat jij lekker achter me lag op de bank met de armpje om me heen. Ik dacht, de film kan me gestolen worden. Hij zegt ja, hij is heel arm. Hij is heel arm en maar hij is toch een prins of zo, toch? Dat is het enige wat ik dacht van nou, er ligt een prinsje achter me, dat alles wat ik weet. Ja, maar sowieso. Nou, ik ga nu de camera uitzetten zodat hij me kan vuren. Hoi jongens, het is nog steeds vrijdag. Ik ben met mijn allergrootste liefde. Nee. Kussie. Nee. Ja. Voor jou niet, mama. Ik ga even naar mijn vriendin. Die heeft een nieuw huis. We zijn daar nog niet geweest. Nou, is baby Lina. We gaan naar baby Lina, hè? Naar baby Trampolina. Trampolina. En tante Anna. En opie Poes. Oh, ik heb het zo leuk gehad, mensen. Oh mijn god. Ja. He's really nice. Ik weet niet. Ik zou die eerlijk zeggen. Hij is nu misschien een uurtje weg, want hij ging heel even met mij mee meestal halen bij mijn moeder. Mijn moeder heeft hem nog niet ontmoet hoor, ik doe gewoon drankje die avond. Maar toen ging hij even mij en ging mijn regenpijp ging hij proberen te fixen. Dat is niet gelukt, want er zat een knik in, er moest nog een onderdeel, weet ik niet. Hij had allemaal dingen al besteld, super lief, maar het was niet gelukt. En ik mis hem gewoon alweer. Maar hij had een afspraak om 3 uur. Het is nu 4 uur. Oh mijn god, super gay. Maar daaraan merk je wel gewoon dat hij de juiste persoon is. Want ik ben echt geen type dat heel snel aanhankelijk wil ik het niet noemen. Maar ik heb niet vaak gehad dat ik iemand gewoon elke dag van de week wilde zien. En elk moment van de dag. Het FaceTime altijd 's ochtends. Ja, het is super gay. Ik ga het allemaal achterwege laten. Maar ik weet in ieder geval dat dit de juiste persoon is. Want ik heb me echt lang niet zo gevoeld bij iemand. Ik ga ook niet veel praten, want misschien zit hij nu te kijken. Is hij aan het kotsen in een emmertje. Maar het leuke is ook dat we het gewoon allebei hebben. Soms merk je dat je iemand leert kennen en dan vind jij diegene net wat leuker. Of die andere vindt jou weer wat leuker. En dan krijg jij het benauwd of diegene krijgt het benauwd. En dat is gewoon nu helemaal niet zo. Het is gewoon, we zijn gewoon 50-50 en dat is fijn. En wat ik ook fijn vind is dat hij gewoon zijn leven, ja, gewoon weet je, een goede baan heeft. Dat hij gewoon zijn ding doet in life en dat hij dat goed doet. Maar daarnaast ook gewoon een beetje crazy is, net als ik. Ik heb heel vaak gemerkt in mijn dateleven dat iemand of helemaal crazy gestoord is. Of iemand zijn leven op orde heeft en fucking saai is. En dit is het gewoon allebei. En ik ben zo blij. Ik kan gewoon mijn mongolische zelf zijn. Ik kan serieus. Ik kan gewoon alle versies van mezelf kan ik gewoon bij hem zijn. En hij vindt het gewoon chill. En dat is echt super fijn, mensen. Dus ik weet nu gewoon. This is it. This is it. This is it. Toch, Macy? We zijn er. Even parkeren. Even kijken waar tante Annie woont deze dagen. Zo, wel een moeilijk parkeerplekje. Via het straatje duiken. Welkom in Schiedam, Schiedam Bronx. Oh shit, mag je hier wel in? Huh? Oh, motherfucker. Ja, vriend, wat wil je? Volgens mij mag je hier helemaal niet in. Ja, dikke lul, 3 bier. Ik ga. Nee, niet zo. Oh ja, dat mag mama niet zeggen. Nee, mama gaat hier parkeren. Parkeren. Mama gaat even parkeren. Stel dat je ASO's zijn het hier mees. Oh, kappas! Oh. Lina. 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 Dat kan ik ook hoor. Hi. Lina, kijk dan. Oh, ze denkt dubbel Peppa Pig. Ja, moet wel, Lina. Crazy. Lina, ik heb de bal. Hoe knap ben jij? Wow, hoe knap is dit kind? Niet normaal. Nou, Mees, we stonden bij het verkeerde adres. Toen plaste Mees even in zijn broekje. Wat gebeurt er, liefje? Die heeft nu even een onderbroekje van Lina aan.
Morgen, het is vandaag zaterdag 30 januari. Het is mijn birthday! 34, yes! Hey, ik heb echt wel een leuke verjaardag gehad. Ik ben natuurlijk lekker donderdag weg geweest met mijn schat. En hij was hier gisteren ook. Hij kwam in de avond en hij ging om 5:12 zijn tandenborstel uit zijn auto pakken. Wat ik al niet begreep, want hij heeft gewoon een tandenborstel. En toen kwam hij af. Wat een schat. Kwam die met bloemen. Hij zei, ik heb ook nog dingen voor je besteld, maar het was niet binnen. Ik had lijpenstress, bla bla. Schat, het gaat niet om wat je geeft. Het gaat gewoon om dat het uit een goed hart komt. En dat je in ieder geval aan denkt, zeg maar. Dat je in ieder geval de moeite neemt om het toch, zeg maar, nog een soort van te verrassen. Ondanks COVID. Maar goed, hij is nu even boodschapjes voor me doen. Ik had een lekker ontbijtje gekregen vanmorgen. Hij en Mees hadden samen een ontbijtje voor me gemaakt. Echt, nou, happier kan je me niet maken op mijn birthday. Dus ik ga nu even een beetje opruimen. Even die bloemen in de vaas doen. Dan komt mijn moeder vanmiddag even een bakje doen met mijn stiefvader. Of wel mijn broertje komt. En mijn schoonzus en mijn kleine neefje. Volgens mij komt daarna later nog een vriendin van mij met haar dochtertje. En helemaal vanavond komt een andere vriendin van mij, want die heeft gewoon de werkgeversverklaring, dus die kan gewoon rijden na avondklok. Dus het is toch nog een klein feestje geworden, ik had het ook niet anders verwacht. Nee, ik ga even een beetje opruimen voordat hij hier binnenkomt, dan wil ik gewoon dat het even netjes is. Dan gaat hij naar huis en dan komt allemaal visite, dus ik zie die later. Nee, ik zie die volgende week. Doe een duimpje omhoog en doe een leuk comment en abonneer even voor als ik verjaardagscadeau.